Dirk de Haan. Gas en montagewerk. En die Dijkstra. En H&M montage. Extra prijzen vandaag in de Stockcar F1. Voor de nummers 1 tot nummer 7. Vier maandjes gaan we rijden voor punten. Dat maakt de dag overwinnaar. Iedereen dus graag staan en niet zitten. Mocht er iets afvliegen, moet je weg kunnen komen. 1500 kilo per vanaf 600 pk. VOL weer. We gaan ons opmaken voor de parade lap. En dan los voor de eerste keer. Stockcar F1 Racing. Paas maandag 21 april 2014 van de Graafcircuit Kollum. Are you ready? Rustig aan, nog één rondje jongens. Er komen nog wat jongens bij. De Bulder in Kollum. Stockcar F1 Racing 2014. Zoek uw favoriet erbij. Achter de draaghekken, staan alsjeblieft. Niet zitten. Neemt ook zijn positie in op de baan als de blikse mannen kan met de ding. We zijn nog steeds bezig met de eerste manche serie door spektakel in de vrije standaardklasse. En helaas door het uitvallen van een junior coureur. Ze maken naar omstandigheden dus goed. Iets bij kennis gaat mee voor de zekerheid. We zijn los dus bij de nacht voor de eerste trof. Seizoen 2014. Straks alle jongens en meiden één keer voorbij zien gaan. De daklichten zijn bij sommigen geknipperd wit. Ze gaan vliegen vandaag, denk ik. Dat is vandaag bloedsnel hier. Een keiharde ondergrond. 530 meter, 12 rondes. Een dikke 6 kilometer voor de mannen. We zien daar dus dakkleuren, wit voor. Dat zijn zeg maar zo'n beetje met alle beste mannen die beginnen. Dan geel, blauw, rood, superstars, alles erbij. We are going now! Van de Graafcircuit Kollum. Waarom is er een extra teluut gemaakt bij die enige sloot? Om het ietsje veiliger te maken. Om voluit te kunnen gaan hier. De Bulder in Kollum. Racing team bij de post. Pak de leiding. Oh. Helemaal bij thuis. Hij was even aan de leiding. 4:53. Jacob de Vries, beste jongen uit Halop, helemaal wijd daar en dus Racing Buitenbosch nog steeds aan de leiding. Die Grundemanden op de dag, sluiten de piepen, vanaf 600 pk. Jacob de Vries moet aan de inhaalslag beginnen, rokende banden. Racing team van de top en dan Van Ries erbij. Van Ries pakt de leiding 2:27. Albert Tikkema zet de plaats voor hem nu. Albert Tikkema naar plaats nummer 3. En dan Jeroen Beekema uit Ieder, vierde plaats voor hem op dit moment. Pieter Van Ries en Eindel op de baan als eerste. Racing team van de top. Jacob de Vries, 4:53, wat kan er allemaal nog net hier door Pieter van Ries, dat kan niet missen. Bloody 5 vandaag hier,
Albert Dikkema nu kan als tweede